vleugels, die was een beetje raar. Ginny bleef op een afstandje staan en luisterde het gesprek af. Doe maar, zei de slang tegen Eva. Pluk hem maar gewoon. Maar dat mag niet, zei Eva. God heeft het zelf verboden. Als we het gaan eten, gaan we dood. Als in een soort trance bewoog hij met zijn hoofd. En hij mompelde erbij wat woorden die ik niet goed kon verstaan. Behalve één woord. Messias. Ja, dat noemde hij zeker een aantal keren. En toen hield hij het kind omhoog. Toen ik niet veel later weer op vier poten stond, was ik in een huis beland. Moet je voorstellen, een straathond in een huis. Er kwam een oude man op me af, heel vriendelijk hoor. Maar hij liep nogal vreemd, met zijn handen zich voor zich uit, alsof hij stekenblind was. Iedereen weet wie hij is, maar dat hij zo tekeer kan gaan, dat had ik echt niet gedacht. Hij heeft trouwens groot gelijk om dat zoontje ongeregeld weg te jagen van het voorhof.